Ja, eigenlijk vooral afgezien de eerste wedstrijd helft was ik echt niet goed. Raakte ik ook altijd achter in dat peloton verzeild hier op die rondje in Leuven, waar dat zeker niet aangenaam was. En ik raakte gewoon niet opgeschoven omdat ik niet kon. Belke moest al een keer mee naar voren. Ja, die heeft nog een gat dicht moeten rijden ook. En dan zag ik het ook somber in voor die laatste keer, Flandrien dus. Maar zat ik als allerlaatste bijna mee van die groep van 17. En vanaf toen begon ik me iets beter op mijn gemak te voelen. Was iets minder snokken en dan voelde ik me eigenlijk niet slecht. Maar het is ook niet dat ik overschot had in het finale. Je sprak vooraf dat je misschien de hoop had om nog één keer iets te kunnen doen ergens. Dat ja, zat er dus niet in. Nee, dat zat er niet in. En ik heb ook wel in die finale hoopte ik vooral dat er nog voor een medaille gesprint ging worden. Ik voelde wel dat ik nog wel kon sprinten, maar ik moest gewoon... Ik heb gewoon niet de conditie momenteel om 2 of 3 domme aanvallen te doen die ik normaal wel kan doen. Volgende week? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop wel dat het mij weer een beetje conditie bijbrengt voor volgende week in Roubaix. Nee, eigenlijk niet. Maar dat bewijst wel hoe sterk dat hij is ook natuurlijk. Maar ja, lastig een beetje tegen natuurlijk. Nee. Als je daar zit en je kan niet, dan kan je niet natuurlijk. Maar... Ik had liever wel iets attractiever gekoerst, maar het was gewoon van niet beter kunnen. Heb je gegeven van de Nederlandse ploeg vandaag? Zeker. Het was echt een enorm lastige wedstrijd. Dus, er waren in die kopgroep maar een paar koppeltjes meer en wij waren daar één van. En dan denk ik dat we met dat zilver van Dylan wel heel tevreden mogen zijn. Ja. Nog eentje over volgende week. Je hebt me vaak moeten missen, want dat wordt je eerste. Ja, klopt. Hoe heb je dat gemis ervaren? Komt er wel je misschien niet in bloedvorm, hè? Kijken we naar uit, is weer iets nieuws natuurlijk. En het zou iets moeten zijn dat me wel ligt. Dus ik hoop gewoon dat ik, zoals ik zeg, dat ik, misschien een stapje heb gezet met vandaag. En dan van de week een beetje rustiger aan terug. En dan hoop ik misschien volgende week weer een koers te rijden zoals deze. Maar dan met iets meer overschot in die finale te komen. En je